Het verhaal van alleen op de wereld is een lang verhaal. Het duurt eigenlijk uren, dagen, nachten. Lang dus. Maar wij vertellen niet alles. Want dan zou je in slaap vallen. Dit is vooral het verhaal van Remy. En Remy is een vondeling. Ik vind het nu al meteen zielig. Klopt, het is een zielig verhaal, maar het is ook spannend. Stel je voor, je ouders zijn je ouders niet. Oh, hij had een zwanendonse manteltje aan. Ah, een zwanendonse manteltje? Dus zijn echte ouders zijn rijk. Oh, zou kunnen, weet niet. Misschien. Kom maar kijken, het wordt vast leuk. Well, you know, well, you know, well, you know.